Dit is het Erfgoedjournaal Haarlemmermeer. Hallo allemaal. Welkom bij de tweede aflevering van Erfgoedjournaal Haarlemmermeer met onder andere de volgende onderwerpen. Het stoomgemaal Halfweg gaat weer open voor het publiek. De Klaverman bezoekt Ellie Brouwer en zet haar in het zonnetje. En aandacht voor de expositie De Vergeten Oorlog in Crash 4045. Maar nu eerst de superbus. Ooit de droom van astronaut Wubbo Ockels. Een ingenieus concept, schitterend uitgevoerd en voorzien van de meest geavanceerde technische snufjes. Maar misschien ook wel zijn tijd iets te ver vooruit. Sinds december 2020 is in het Nederlands Transportmuseum in Nieuw-Vennep de superbus te bewonderen. Het is een van de meest opvallende aanwinsten van het museum. Benjamin en Chiara willen meer weten over de superbus en interviewen Joris Melkert, directeur onderwijs van de faculteit Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek in Delft. Samen met Nederlands eerste astronaut Wubbo Ockels en Antonia Terzi, chief design en Formule 1 expert in aerodynamica, werkte hij van ongeveer 2004 tot 2013 aan het superbusproject. We hebben verbinding met de TU Delft. Daar staat Joris Melkert, hoofdonderwijs en destijds nauw betrokken bij de ontwikkeling van de superbus. Hoe is het idee voor het maken van de superbus ontstaan? Nou, dat is eigenlijk bij Wubbo Ockels gekomen. Die was bij ons hoogleraar in die tijd, maar hij was ook hoogleraar in Groningen. En op een gegeven moment zat hij in een vertraagde trein die achter een andere trein stond. En ik denk, ja, dat moet er anders kunnen. Waarom laten we niet iets op banden rijden? Een bus, maar dan een hoge snelheidsbus en ook nog duurzaam. Wat maakt de bus zo uniek en bijzonder? Nou, hij is natuurlijk heel erg mooi, maar er zit ook een heleboel slimme lucht- en ruimtevaarttechnologie in. 900 verschillende sensoren. Hij is heel erg aerodynamisch. Hij is ook helemaal duurzaam, volledig elektrisch. Dus echt een heel bijzonder voertuig. Ik vind de vormgeving van de superbus echt supermooi. Het heeft ook wel iets weg, vind ik, van de Batmobile. Is hij daarop misschien ook geïnspireerd? Nou, daar wordt hij vaak mee vergeleken, maar dat was niet... het was echt een... Puur aerodynamische vormgeving, maar ook wel een beetje een mooie Italiaanse vormgeving erbij. Nou, hij is ontworpen door Antonia Terzi. Dat was iemand, een vrouwelijk ingenieur uit de Formule 1-wereld. Een Italiaanse ontwerper. En die heeft gewoon gevoel voor stijl. En zij heeft hem ontworpen. Waarom rijdt de superbus eigenlijk niet? Ja, dat moet u eigenlijk niet aan mij vragen, want daar gaan wij niet over. Als universiteit ontwikkelen wij nieuwe dingen. Als technische universiteit maken we ze ook. Laten we ook zien dat het kan. En dan is het aan de maatschappij om er iets mee te willen. En ja, blijkbaar was de tijd er nog niet rijp voor. En heeft de superbus nog een toekomst? Nou, ik weet niet of die ook nog gaat rijden. Maar je ziet wel dat het concept van elektrisch busvervoer, dat breekt natuurlijk gewoon aan alle kanten door. Alle stadsbussen in Rotterdam zijn inmiddels al elektrisch. En terwijl toen wij met het project begonnen, zeiden we dat kan nooit. Nou, je ziet dat het wel kan. We hebben misschien daar een klein zetje aan gegeven. Ik vind het erg leuk dat het Erfgoedjournaal Haarlemmermeer hier nu aan te gaan besteden. Want het is natuurlijk een mooie ontwikkeling geweest waar we als TU Delft heel veel tijd en geld in gestopt hebben. En dat is een heel mooi object om daar nu eens wat aandacht aan te besteden in het journaal. De Superbus is iedere dinsdag tot en met zondag van 10 tot 5 te bewonderen in het Nederlands Transportmuseum in Nieuw-Vennep. Goed nieuws, want het forteseizoen is weer geopend. Op zondag 3 april opent op het Kunstfort bij Vijfhuizen het nieuwe lenteprogramma met een groepstentoonstelling met werk van meerdere kunstenaars, samengesteld door directeurs in Poere Elders. Tot die tijd zijn het Forteiland en de buitenwerken te bezoeken en vrij toegankelijk voor publiek. Buiten is onder andere werk van Atte Jong te zien, dat afgelopen zomer is geïnstalleerd, en de sculptuur van Hans van Lunteren, die afgelopen najaar is geplaatst. Vanaf april kun je het fort van Hoofddorp van binnen en buiten ook zelf ontdekken, door het levend fortkwartet te spelen. Je ontvangt 32 speelkaarten en een plattegrond. Samen vertellen ze het verhaal van de vier bewoners van het fort. Officier Leegwater, kokin Ans, Maatje en jijzelf. Geschikt voor alle leeftijden en je mag het kwartet mee naar huis nemen. En tijdens het paasweekend van 16 tot en met 18 april kan je in het fort van Hoofddorp een exclusieve rondleiding boeken naar de Caponnière. En behalve de forten gaat ook Stoomgemaal Halfweg weer open. Stoomgemaal Halfweg is een van de bijzondere erfgoedpareltjes in Haarlemmermeer. Levend verleden waar voor jong en oud veel te zien en vooral veel te beleven valt. Dit stoomgemaal werd in 1852 gebouwd. In 1923 kwam er een stoommachine in van 500 pk die grote schepraderen aandrijft. Maar eerst moet hij goed op stoom komen natuurlijk.
Het is het oudste en grootste nog werkende schepraad stoomgemaal ter wereld. En schepraden, dat zijn die schroepen die je ook wel eens op die boot op de Mississippi ziet. En dat noemen we schepraden. Er zijn wel andere gemalen, maar die werken op een andere manier. Maar wij zijn dus het oudste nog werkende schepraad stoomgemaal ter wereld. En het is een boezemgemaal. Dus de Curtius, dat is echt een gemaal wat de polder heeft drooggemalen. Maar dit is een gemaal wat het water wat dus vanuit de polder in de ringvaart werd gepompt, van de ringvaart vervolgens naar de Noordzee pompt. Behalve stoom en stoommachines is hier ook een ambachtelijke smederij. Je kunt er zelf de smeedhamer hanteren en leren om ijzer te bewerken. Iedere eerste weekend van de maand, van april tot en met november, is het stoomgemaal geopend. Je bent van harte welkom. Vanaf zaterdag 9 en zondag 10 april bent u tot en met november weer van harte welkom in Halfweg. Kijk voor de juiste data en openingstijden op hun website. Erfgoedjournaal. En dan is het nu de hoogste tijd voor de Klaverman. Die bezoekt iedere aflevering een bijzondere vrijwilliger. En dit keer is dat Ellie Brouwer in Vijfhuizen. Na de Klaverman onze erfgoeduittips. Kom er maar in, Klaverman. Ja, Maureen, ik ben gearriveerd bij het kunstvoort bij Vijfhuizen en heel vriendelijk ontvangen met een bloemetje zelfs door de mevrouw naast mij. En dat is Ellie. Hi, Ellie. Hi, Klaverman. Wat doe je hier precies? Ik ben publieksmedewerker en ik ontvang de bezoekers en ik maak ze wegwijs op het fort. Wat vind je het leukste aspect aan je werk? Het contact met de bezoekers en dat ze dan in het gesprek naar voren komt. Waarom zie je het graag komen? Heel diverse redenen. Absoluut. De kunst, de geschiedenis of het landschap. Ja, dus. Ja. Voor elk wat wils. Absoluut. Je bent al 7 jaar vrijwilliger hier. Fantastisch. Ik heb begrepen dat het kunstfort nog meer vrijwilligers kan gebruiken. Kun je vertellen wat nieuwe vrijwilligers hier kunnen gaan doen? Nou, we hebben mensen nodig voor publieksmedewerker, voor het ontvangen van de mensen, mensen voor het beheer en rondleiders die informatie geven over de kunst. Mocht u nou ook bij het kunstfort bij Vijfhuizen vrijwilliger willen worden, wat ik zeer kan aanraden, stuur dan een mailtje aan erfgoedjournaal@meerdok.nl. Ik heb als blijk van waardering een heel klein cadeautje bij me. Het doosje geluk als hart onder de riem en heel veel succes. Dankjewel, Klaverman. Erfgoed, retegoed. Kom naar het Historisch Museum. In 1852 viel het Haarlemmermeer droog. En in 1853 werden 2 dorpen gesticht. Kruisdorp en Venneperdorp. Waar zijn die 2 gebleven? Hoe zag Haarlemmermeer er omstreeks 1900 uit? En waar deed jouw overgrootmoeder boodschappen? Dat en nog veel meer ontdek je in het Historisch Museum in Hoofddorp. Maak een avontuurlijke reis door de tijd en ontdek de roots van het leven van nu. Wat is er veel veranderd? Kom het beleven in het Historisch Museum van Haarlemmermeer. Kom naar Crash 4045. De Tweede Wereldoorlog in het vroegere Nederlands-Indië wordt wel eens de Vergeten Oorlog genoemd. Van 1942 tot en met 1945 werd het huidige Indonesië, toen een Nederlandse kolonie, bezet door Japan. Deze oorlog kostte ruim 4 miljoen inwoners het leven. In 1945, nadat Japan had gecapituleerd, probeerde Nederland haar koloniale gezag over de archipel te herstellen. Er volgde een gewelddadige oorlog tussen Nederlandse eenheden en pro-republikeinse troepen. Onder internationale druk heeft Nederland deze oorlog moeten staken en werd Indonesië een zelfstandige staat. De expositie De Vergeten Oorlog in Crash 4045 gaat niet alleen over de onafhankelijkheidsstrijd van toen, maar ook over de tijd daarvoor, de oorlog met Japan en de bezettingstijd. Maak kennis met de uniformen die het KNIL en andere militairen droegen. Ook te zien zijn de Indische woonkamer en de maquette van een Indisch woonhuis, die een indruk geven van de leefwijze van de Indische Nederlanders in die tijd. De Vergeten Oorlog is zeker een bezoekje waard. En tot zover de tweede aflevering van Erfgoedjournaal Haarlemmermeer. Fijn dat je erbij was. Over 2 maanden verschijnt ons volgende journaal en hopelijk kijk jij dan ook weer. Wil je nou geen erfgoednieuws missen? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer!